pak je dat aan als je van je klanten terugkrijgt, ik vind het wel duur, jouw programma of jouw coaching. Wat doe je dan? Dit was een van de 100.000 vragen die ik vanochtend kreeg in een circle. En dit is even letterlijk een van de 100.000 vragen. Echt bizar hoeveel vragen ik vanochtend heb gekregen. Ik wilde eigenlijk de Q&A tussen een uur en anderhalf uur houden. Maar het zijn 2 uur en een kwartier geworden. Dus we hebben ook gezegd, vanaf volgende week gaan we proberen om daar een beetje structuur in aan te brengen. Zodat het ook voor degenen die terug willen kijken wat gestructureerder wordt. Maar hoe tof is het dat je groep mag leiden van dames die zoveel van je willen weten. Die zoveel van je kennis willen opzuigen. En willen leren hoe ze die wet van aantrekking voor hun business kunnen gebruiken. En hoe ze een positieve money mindset ontwikkelen. Hoe ze sowieso met hun mindset echt kunnen doorbreken. En ja, ik krijg ook heel veel businessvragen over aanbod, prijzen, online marketing. Het is echt superleuk. Ik vind het echt zo tof. Had ik niet gedacht dat ik het zo tof zou vinden om zo'n groep te mogen leiden. En dan al mijn kennis die ik heb over het opbouwen van een bedrijf vanuit alle facetten, ja, te kunnen overdragen. En iemand daarmee te kunnen coachen, te kunnen helpen. En het is echt fucking top. En het mooie is, dat wil ik ook nog eventjes delen voordat ik doorga met het onderwerp wat ik net benoemd heb. Is als we het hebben over de wet van aantrekking en manifesteren. Dit heb ik nog niemand verteld. Maar ik heb gezegd dat ik voor 1 september wilde ik 30 mensen in de inner circle. En het is gelukt. Het waren nog precies 30. Ik heb die intentie uitgezet vanuit vol vertrouwen, vanuit volle verwachting. Dit is wat gaat gebeuren. En ik heb toen ook gezegd, laat dit gebeuren, want dan ga ik er nog sterker in geloven. En dan kan ik het nog beter overbrengen. Het is gewoon echt letterlijk wat er gebeurd is. Het is, ja, ik ga niet zeggen het is magic of het is een miracle, want zo werkt het dus echt. Maar ik wilde het toch eventjes delen om te laten zien dat je daadwerkelijk dat kan aantrekken wat je wil op het moment dat je weerstandvrij bent. Oké, gaan we over naar het onderwerp wat hier ook alles mee te maken heeft. In de Inner Circle vanochtend dus de vraag, wat nou als je vaker klanten krijgt die jou teruggeven dat ze je prijzen te hoog vinden? Ik wil graag delen hoe ik daarmee omga. Ten eerste is het zo, dat is mijn overtuiging. Op het moment dat jij dat heel vaak te horen krijgt, dat dat een spiegel is voor jezelf. Voor je eigen overtuigingen. Als je dat regelmatig van klanten te horen krijgt, dan sta jij nog niet volledig in je kracht en own jij jouw prijzen nog niet volledig. Daar geloof ik echt heilig in. Het moment dat jij namelijk 100% voelt dat wat jij aanbiedt helemaal on point is, met de prijs die je vraagt, dat je heel duidelijk helder hebt wie je kan helpen, wie je ideale klant is. Dat je weet inderdaad vooral wie je kan helpen, wat je wilt doen en wat het waard is. Als je dat zelf voelt en daar diep achter staat en dat kan ownen, dan voelen klanten dat. Dan is het geen kwestie meer van, oh, en wat kan je aanbieden voor iemand die minder te besteden heeft. Zo werkt het niet. Een klant voelt, dit is het waard, dit is wat het me gaat opleveren. En dit is waarom ik het moet kopen en ik wil het kopen. Ook al zit ik misschien wat lastiger zelf qua geld. Nou, wat je kan doen als ondernemer is eventueel termijnbetaling aanbieden. Dat zou ik absoluut doen. Dat doe ik ook altijd. Alleen een klant die dat zegt, die spiegelt jou. Het is een teken dat jij je eigen prijzen niet oont. Dat je ze niet diep van binnen voelt. Dat dat het is, dat dat het waard is. Dat je er zelf niet 100% achter staat. Er zit bij jou nog twijfel en klanten spiegelen dat. Daar geloof ik echt heel sterk in. Daarnaast is het ook zo dat als je dat een keer te horen krijgt, dat je dan ook in staat moet zijn als coach, als ondernemer, om los te laten en het oké te vinden als een klant dat zegt. En ook meteen te denken, te voelen, oké, dit is prima, jij bent mijn klant niet. En daar ook op die manier op te reageren. En natuurlijk ga je dat niet tegen die klant zeggen, maar dat je die klant teruggeeft van oké, dit is waarschijnlijk dan niet het juiste moment om in mijn coachingstraject te stappen. En dat is volledig prima. En dan kan een klant altijd nog denken van, als jij laat zien dat je namelijk een klant niet keihard nodig hebt, willen ze vaak nog meer in je coachingsprogramma stappen. Dat is echt mijn ervaring ook. En zo hoort het ook te zijn. Jij moet iemand ook niet nodig hebben. Dat is niet in alignment met jou. Jij weet wat je waard bent. Je hebt het niet nodig. Je hoeft een klant niet te smeken. Je hoeft jezelf niet in allerlei bochten te wringen om iemand maar klant te laten worden. He, dat als een klant maar zoveel per week te besteden heeft of zoveel per maand en die haalt het niet met de termijnbetaling. Dat je dan zegt, oké, voor jou doe ik dan wel. Doe dat niet. Dat zou ik je echt aanraden om dat niet te doen. Het is jouw klant niet en voel je daar totaal niet slecht over. Accepteer dat zo is. En weet ook van, oké, misschien mag ik nog wat in mijn communicatie doen, zodat ik nog meer andere klanten ga aantrekken die niet moeilijk doen over dat geldstuk. Dus A is echt, own het zelf. Kijk eventjes naar jezelf en wat spiegelt het jou? En B is gewoon, laat los als een klant dat tegen jou zegt. Dan accepteer gewoon dat er klanten zijn die anders denken, die niet zo in het leven staan dat ze investeren in zichzelf super belangrijk vinden, dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Zo wil jij niet zijn en met zo'n mensen wil je niet werken, want neem van mij aan, die mensen, want ik heb het gedaan in het verleden, de mensen die je dan toegang geeft tot jouw programma of tot jouw coaching, die gaan zeuren. Dat is echt, iemand moet echt hell yes. Ik heb altijd geleerd, en dat voel ik ook nu heel sterk, het is of een hell yes, of het is een hell no, maar er is geen tussenweg. Dus probeer dat echt zo te zien. Is het geen hell yes, dan is het een hell no. En dat is, ik wilde zeggen fucking prima, maar ik probeer wel te letten op mijn taalgebruik. Dat is hartstikke prima. Laat die klant los en vertrouw erop. Voor die klant, die nu niet in mijn programma stapt, krijg ik er 2 die waarvoor het absoluut wel een hell yes is. En dat gaat passen en die wil ik. En daar wil ik me ook meer op focussen. Dat zijn mijn tips om met die klanten om te gaan. Die krijg je altijd als ondernemer, maar ga jezelf niet schikken naar mensen toe. Sta in je kracht, weet wat je waard bent, own dat en voel het ook volledig. Dat je het waard bent om dit te vragen, om dit te doen. En vertrouw erop dat de mensen die daarbij passen, en die zijn er 100%, dat die op jouw pad gaan komen op het moment dat jij in alignment stapt en blijft. 100% gegarandeerd. Dat durf ik nu te zeggen. Nog sterker. Ik roep het altijd. Ik durf het nu nog sterker te zeggen. Op basis van de manifestatie van de afgelopen maand. 30 mensen in de inner circle. Het is gelukt. Het ging niet om het doel op zich. Het ging erom dat ik mezelf nog sterker wilde bewijzen. Dat ik in staat ben om te manifesteren. Dat wat ik wil op het moment dat ik de weerstand los kan laten. En dat kan jij ook. Daar moet je voor oefenen. En niet settelen for less. Dat is heel duidelijk. Alright, doe daar iets mee. Ik hoop dat je er iets uithaalt. Doe er iets mee. Ga in je kracht staan. Voel je waarde. Own dat. En ga doen wat je te doen hebt. En probeer zoveel mogelijk in alignment te blijven. Want that is where the magic happens. Dat is mijn favoriete zinnetje. Alright, good luck.